Hey, leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. Ik ben Suzanne, zoals je waarschijnlijk wel doorhebt. En in deze podcast bespreek ik iedere aflevering een nieuw onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie, maatschappelijke trends of persoonlijke ervaringen. Eigenlijk alles wat ik interessant vind. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, SoundCloud, Stitcher of een andere podcast-app. De show notes van alle afleveringen vind je op suzannedulling.nl. Daar vind je per podcast alles wat besproken is, zoals boeken of bepaalde termen. En daar vind je ook nog veel meer blogartikelen van mij, mijn nieuwsbrief die ik iedere 2 weken verstuur en mijn Patreon-pagina. Als je het echt heel tof vindt wat ik doe, dan kun je mij via Patreon al vanaf 1 euro per maand steunen. Vanaf 1 dollar per maand zelfs. Al maakt dat tegenwoordig ook niet zo heel veel meer uit. En dit is volledig vrijwillig. Mijn podcast blijft gewoon gratis te beluisteren, maar ik zou het wel echt ontzettend waarderen, omdat ik er veel tijd in steek. En ik doe ook niet aan advertenties op mijn blog of op mijn podcast, omdat ik dat altijd heel erg irritant vind. Deze podcast is ook anders dan de vorige afleveringen, omdat dit de eerste aflevering is met een gast. Ik heb het al wel vaker aangegeven, maar nu is het eindelijk echt zover. Ik vind het heel erg leuk om af te wisselen. Ik doe het ook heel graag gewoon lekker zelf. Maar ik ben ook van plan om af en toe iemand uit te nodigen waarmee ik in gesprek ga over een bepaald thema of een bepaalde visie op het leven. Nou, de eerste gast is Iris Slagwijn. In aflevering nummer 9 heb ik al over haar gesproken, omdat ik toen net haar boek had gelezen, Thuis zonder huis. En ik ken Iris van een afstudeerproject van een journalistiekstudente die ons allebei had geïnterviewd over minimalisme. Nou, ik eigenlijk als de gematigde minimalist en Iris als de moderne nomade die dus geen eigen huis heeft en op huizen past van mensen die op vakantie zijn. Nou, dat vond ik toen al heel erg interessant en ik besloot Iris te gaan volgen. En in oktober kwam ze een keer een lezing geven in Amersfoort bij mij om de hoek, waarvoor ze me toen ook uitnodigde. Nou, toen kocht ik ook haar boek en raakte ik echt geïntrigeerd over haar manier van leven en haar kijk op vrijheid en jezelf zijn. Want het boek gaat wel over huis oppassen, maar ook wel vooral om thuiskomen bij jezelf, wat dus ook de titel is van deze aflevering. En dat is dus ook wel vooral waar we het over hebben. Het huis oppassen is heel erg interessant, maar het is vooral een resultaat van hoe Iris haar leven in vrijheid wil vormgeven. En iedereen kan dat natuurlijk weer voor zichzelf invullen. En zoals je misschien wel merkt, is het mijn eerste interview. Of in ieder geval mijn eerste grote interview. Ik heb wel eens mensen kort geïnterviewd, maar nog nooit zo lang. En ik heb wel echt gemerkt dat het een kunst is. Goed luisteren, goed nadenken over de volgende vraag. Zorgen dat het gesprek niet afdwaalt, allemaal dat soort dingen. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen, ook heel erg interessant. En ik hoop dat je er met plezier naar luistert. Nou, in ieder geval de dingen die Iris vertelt zijn heel erg leuk en inspirerend. En voordat we gaan beginnen, van Iris mag ik 25% korting geven op haar boek. Met de code DINGENDUIDEN25 ontvang je 25% korting op het e-book en het fysieke boek Thuis zonder huis. Ga daarvoor naar thuiszonderhuis.nl om het boek te bestellen en vul dan bij het afrekenen DINGENDUIDEN25 in. Nou, mocht je nog twijfelen over het boek, luister dan vooral naar deze podcast. Superleuk dat je er bent, Iris. Dankjewel. Wat ik eigenlijk wou vragen is, waar zitten we nu? Want dit is niet jouw eigen huis. Dat klopt. We zijn in Amsterdam, op de Eerste Helmerstraat, dus Hartje Centrum. En dit is mijn oppashuis waar ik, even kijken, zaterdag ben aangekomen. En ik zal hier verblijven tot 20 december. Dus ik heb de luxe dat ik hier 6 weken mag wonen. Ja, want je zegt dus van huis oppassen, want je bent dus huisoppasser. Klopt, ja. Ben ik dat. Het is niet mijn werk, ik krijg er geen geld voor. Nee. Maar zo kan je het wel noemen. Ik heb geen eigen huis en ik woon in de huizen van mensen die op vakantie zijn. En heel vaak pas ik dan op hun huisdier, meestal de poes, planten, post. Ik zorg gewoon dat het huis bewoond is en dat is hoe mijn leven eruit ziet nu, ja. Ja, maar dat is niet je werk dus. Want nee. Ik krijg er niet voor betaald en dat doe ik echt expres. Want ik wil niet het gevoel hebben dat ik dat wonen en werken, dat door elkaar loopt. Want ik wil gewoon, als ik woon, wil ik dat gewoon vrij kunnen zijn. Zonder dat ik
zit te wonen en denk, zo, ik krijg er nu echt heel veel geld voor betaald. Het voelt niet goed. Nee, het is dus wel echt de bedoeling dat je thuis kunt voelen in een huis van iemand anders. Ja. Ja. Want hoe ben je dan, kun je dat misschien kort vertellen, gekomen waar je nu bent als huisoppasser of in het algemeen? Ja. Het begon eigenlijk toen ik met mijn ex-vriend uit elkaar ging. Ongeveer 2,5 jaar geleden. En hij bleef in ons koophuis wonen. En dat was ook prima voor mij ook, om daar weg te gaan. En ik kon bij mijn zusje terecht. Maar zij was op dat moment zwanger. Dus ik wist ook wel van, oh ja, ik kan er ook weer niet al te lang blijven. Zij gaan gewoon een gezinnetje stichten. En dan wil je niet je zus daarbij hebben. Gezellig met z'n allen op de bank. Dus ik wist wel van, ik wil hier ook gewoon weg. Maar ik had op dat moment geen werk en geen spaargeld. En ook niet echt zin om dan een baan te moeten nemen. Om dan een huis te kunnen huren. Dus toen is dat zo op mijn pad gekomen. Dat ik dacht, als mensen op vakantie gaan, dan staat hun huis heel eventjes leeg. En misschien kan ik daar dan wel in. En dat ben ik toen gaan doen als een soort tussenoplossing. Maar ik vond het zo leuk dat ik er niet mee gestopt ben. Mm. En ik had op dat moment ook niet echt kunnen bedenken dat ik het zo lang zou doen. Van het ene huis kwam het andere huis. En weer een ander huis. En het sloot allemaal heel mooi op elkaar aan. Dus er was geen reden om een huis te gaan huren. En nu doe ik het nog steeds. Ja, dus je doet het ook echt al 2,5 jaar. Ja. Ja. En je hebt echt nog geen moment gedacht van, ik ga een huis huren of een huis kopen? Of, Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Er zal vast zo'n moment komen. Volgens mij gaat alles een beetje met golven. Dus ja, dit is dan ook weer zo'n golf van heel los. En er zal ook wel een moment komen dat ik wel weer één vaste plek wil. Maar nu past het ook gewoon heel erg bij, ja, hoe mijn leven eruit ziet. En die behoefte is er gewoon nog niet echt gekomen. Dat ik op één vaste plek wil leven. En jij kan het dan ook wel combineren met je werk en de dingen die je doet. Ja, ik kan in principe overal werken. Dus als ik maar internet heb, mijn laptopie. Ik schrijf veel en ik kan mensen online coachen. Of op de plek waar ik op dat moment ben, kan ik ze coachen. Wat dat betreft ben ik heel onafhankelijk van een plek. Ja, en hoe heb je dat dan voor jezelf gecreëerd, dat je ook plaatsonafhankelijk kan werken? Heb je dan je eigen bedrijf? Ja, ik heb mijn eigen bedrijf, wat nu ook weer ontzettend aan het veranderen is. dus ik ben ook heel benieuwd waar dat allemaal naartoe gaat. Maar ik werk inderdaad als zelfstandige. Dat scheelt natuurlijk heel erg. Maar ik heb vorig jaar ook 8 maanden een baan in loondienst gehad. En ik weet nog heel goed dat toen ik daar ging solliciteren, toen zei mijn baas ook, zo, dus jij woont als moderne nomade. Vertel. En hij vond het eigenlijk super gaaf. En die baan was in Utrecht, dus dat was ideaal. Dat, centraal. Heel centraal in Nederland. Ja. En in die 8 maanden tijd heb ik ongeveer in, 10, 11 huizen gewoond. En mijn collega's vonden het ook gewoon heel grappig. Waar kom je nu weer vandaan? En ook grappig genoeg ging ik ook, als ik dan een periode nog open had, dan ging ik gewoon tegen iedereen zeggen van, ik zoek een huis bij Utrecht. En dat kreeg ik dus ook, waardoor ik een maand lang op mijn fiets naar mijn werk kon. Oh wauw, echt in de stad? Het was in de Meern. Het was in de Meern en het kantoor was ook zeg maar aan die kant van Utrecht. Oh, ja. Dus ja. In 20 minuutjes door de natuur fietsen, door de bossen, langs zo'n vaart, was ik dan op kantoor. En ja, dat was natuurlijk was geweldig. Ja, dat is echt leuk. Ja, gaaf. Ik vind het wel echt knap hoor, dat je zo van huis naar huis reist eigenlijk. Door Nederland eigenlijk. Ja. Het valt wel mee hoor. Het klinkt misschien ernstiger dan het is. Want alleen op de verhuisdag zelf ben ik ermee bezig. Mm-hmm. Dus dat is gewoon echt het ene huis helemaal schoonmaken, bedankje kopen,
even een briefje schrijven. Ik ga altijd weg als de mensen er nog niet zijn. Dus ik laat het ook echt achter als mijn huis. Nou, sleutels voor de brievenbus. En dan ga ik met het openbaar vervoer, want ik heb geen auto, ga ik naar het volgende huis met mijn koffertje. En dan, dat is eigenlijk het enige wat anders is dan anders. Daar ben ik dan ongeveer een halve dag mee bezig. Maar op het moment dat ik in het volgende huis aankom, dan heb ik ook zo mijn routines. En dan ben ik ook weer vrij snel gesetteld. En dan ga ik boodschappen doen, koken en dan plof ik op de bank. En dan is dat mijn huis. Ja, ja, je voelt je wel weer heel snel thuis dan ook ergens anders. Heel snel, ja. En het scheelt wel dat ik ben er dan al een keer geweest voor het kennismakingsgesprek. En dan voel ik gewoon heel duidelijk van, kan ik mij hier thuis voelen? Op het moment dat het niet zo is, dan doe ik het ook niet. Ja. Maar het is nog maar één keer gebeurd eigenlijk. Want het is ook wel zo dat de meeste mensen die mij vragen om in hun huis op te passen, dat zijn best wel gelijkgestemde mensen. Die ook van reizen houden en misschien ietsje minder belangrijk vinden wat er met hun spullen gebeurt. Als ik bijvoorbeeld iets kapot maak of zo, dan liggen ze daar niet echt wakker van. Dus dat maakt ook wel dat het, omdat je dan een beetje op één lijn zit, dan klopt het wel. Ja, precies. Ja, ja, dan voelt het huis waarschijnlijk ook wel dat je daar vrijer mag zijn. Dus dat je eigen gang mag gaan. En niet dat het een soort museum is waar je dan beland bent, zeg maar. Nee, maar bijvoorbeeld als ik een kennismakingsgesprek zou hebben en dat is het geval. Ja. Dan zou ik daar of hele duidelijke afspraken over maken. Of dus inderdaad zeggen van, nou, dit voelt voor mij niet helemaal goed. Nee. Ik moet wel gewoon kunnen leven zoals ik dat in mijn eigen huis ook zou doen. Ja. Maar doorgaans past dat heel goed. Ja, ja fijn. En het sluit ook altijd wel goed op elkaar aan. Dus dat je van het ene huis naar het andere huis gaat. Of je hebt er ook wel eens een dag tussen of een paar dagen tussen. Ja, heel soms. Het komt echt zelden voor. Eerder is er een overlap. Omdat mensen bijvoorbeeld als ze vakantie hebben op vrijdag weggaan of op zaterdag. En als ze terugkomen, op zondag terugkomen. Hmm. Dus dan vaak spreek ik af van, kan de buurvrouw bijvoorbeeld nog één dag even op de kat passen voordat ik daadwerkelijk in het huis kom? Dus dat gebeurt vaker. En dat ik een nachtje of twee nachtjes moet ergens zien door te brengen. Overbruggen, dat komt ook voor. Maar eigenlijk zie ik dat juist als een kans, want dan ga ik wel eens een weekendje weg. Of ik ga samen met mijn vriend ergens heen. Of ik heb ook wel eens dan moest ik een midweek overbruggen. En precies in die midweek was er een stilte-retraite. Super vet. Dus toen dacht ik, oh wat tof. Want normaal kan ik dan niet spontaan een stilte-retraite doen. Omdat ik wel die verplichting heb, zeg maar. Of die verantwoordelijkheid om op het huis te passen. En omdat ik toen een midweek tussen twee huizen had, komt het echt heel goed uit. Dus zo merk ik dat het eigenlijk altijd wel precies past. Ja, dus eigenlijk valt het wel op zijn plek of zo. Dat, altijd, Je hebt nog nooit echt gehad dat je dacht van, shit, waar moet ik morgen naartoe? Of, Nou, ik heb helemaal in het begin, toen ik het net ging doen, was ik, nu word ik bijvoorbeeld vaak gevraagd door mensen, maar in het begin moest ik echt nog oproepjes zetten. Via Facebook deed ik dat dan. En ik heb wel eens gehad dat ik op maandag niet wist waar ik zondag naartoe moest verhuizen. En ook dat is goed gekomen. Dus eigenlijk maak ik me daar echt helemaal geen zorgen over. En onlangs toevallig afgelopen anderhalve week had ik ook geen oppashuis. Door omstandigheden, laat ik het zo maar zeggen. En dat was weer super fijn, want daardoor kon ik heel spontaan een ticket naar Valencia boeken en 5 dagen gecoacht worden onderweg naar Nederland. En dus dan is eigenlijk iets wat in eerste instantie niet zo leuk leek, is gewoon omgebogen tot onwijs toffe kans. En heb ik er toch wat moois van gemaakt. En stel dat ik echt niks heb, dan kan ik altijd nog in Airbnb gaan zitten. Ja, precies. Maar dat is nog nooit voorgekomen. Nee. En wel grappig eigenlijk, want dat je dan het huis oppassen is eigenlijk al heel vrij en flexibel. Maar dat je dan daarbuiten nog een keer nog vrijer en flexibeler bent. Dus als het dan een keer geen oppashuis hebt, dat je dan zegt van, nou, dan kan ik een keer op reis, zeg maar. Ja, precies. Dat is zo grappig. Ja, want daar was ik
daar op een gegeven moment voelde ik dat ook heel duidelijk. Dan, toen had ik een interview in de Flow Magazine gehad. En ineens stroomden de aanvragen binnen. Echt, ik had in enig wel 8 aanvragen. Van, kan je op mijn huis passen? Natuurlijk met allemaal verschillende data. En toen gingen me ook een beetje benauwen. Van, oh, help, weet je, mijn agenda stroomt vol. Ja, en, het zijn toch elke keer weer afspraken eigenlijk die je met mensen hebt. Ja, en, precies. Ja. Want als het eenmaal vaststaat, dan, ja, dan hou ik me er ook aan. Tenzij, kijk, als ik echt, ik spreek bijvoorbeeld voor maximaal 1,5 jaar van tevoren af. En zelfs dan zeg ik er ook bij, weet je, van oké, ik heb een heel vrij leven, dus mocht er iets tussen komen, ja, dan kan ik er nog van afzien, maar ik zal het altijd met een hele redelijke termijn en altijd helpen om iemand anders te vinden. En die mensen die snappen dat ook, want die zeggen ook, ja, als je zo vrij leeft, dan snap ik dat je niet al voor de komende 2 jaar je agenda vol wil plannen. En, maar ja, het is wel waar, als ik bijvoorbeeld in de winter naar Azië wil of zo. Ja, dan moet ik wel echt voor mezelf die data bepalen. Ja. Dat ik dan ook echt mijn agenda vrij hou. Ja. En, maar goed, tot nu toe werkt dat heel goed. Dan boek ik een ticket. En als ik dan aanvragen krijg, dan zeg ik ja, helaas, dan ben ik er niet. Ja, precies. Ja. Het is eigenlijk net zoals met je eigen, met je werk of zo. Dat je dan ook vrij moet nemen eigenlijk. Ja. Maar dan van het huis oppassen. Precies, ja. 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 Maar je zei net bij de intro van, nou, ik ben geen huisoppasser, het is niet mijn werk. Maar hoe zou je jouw identiteit of jou als persoon dan, hoe zie jij dat dan wel? Dat je, is het meer een onderdeel van jouw leefstijl, het huisoppassen? Of zo. Is het, hoe zou je jezelf dan omschrijven, zeg maar? Of, daar ga ik mooi niet in trappen. Nee. Jammer. Niet, gewoon. Nee, daar heb ik geen antwoord op. Ik ben elke dag weer iemand anders. Dus ik... Heel veel mensen die identificeren zich met hun baan of met hun plek waar ze wonen. Of ik ben moeder van, of dat soort dingen. Maar dat... Ik iemand vroeg laatst ook aan me, hoe is het om auteur te zijn? Ik zo, huh? Wow, ben ik dat? Oh ja, wacht, ik heb een boek geschreven. Dus. Ja. Maar nee, zo voel ik dat niet. En het is echt elke dag anders. Ja, het is maar net hoe ik me voel. De ene dag voel ik me meer coach. Of de andere dag voel ik me meer dochter. Of van alles. Maar dat... En dat huis oppassen, dat zie ik ook echt gewoon als een onderdeel... hoe zou ik het zeggen, als een soort fase. Hmm. En ik ben benieuwd of ik over 10 jaar of zo, of ik dan nog steeds dat label heb, oh ja, Iris de huisoppasser. Dan woon ik waarschijnlijk, of misschien al lang in een enorme villa met onwijs veel spullen en zo. En dan heb ik echt totaal ander leven. En dan zou ik nog steeds, oh ja, Iris vrij huisoppas enzovoort. Ik weet het echt niet. Nee, ik zal het wel zien. Ja, nou, dat is juist die openheid juist heel erg mooi. Wat ik me afvroeg van je hebt natuurlijk wel je bent jezelf. Of je probeert, dat schrijf je ook in je boek, Thuis zonder huis, van zoek toch naar jezelf. Ben je jezelf, zeg maar? Is dat, goeie vraag. Wanneer weet je van, nou, nu voel ik me echt gewoon bij mezelf thuis en ben ik gewoon echt mezelf? Ja. Ja, super goede vraag. Want dat is natuurlijk, het zou heel fijn zijn als je een soort van criteria hebt, een soort checkboxes, dat je die aan kan vinken van, nu ben ik nog meer bij mezelf, nog meer bij mezelf. En ik denk dat iedereen wel, daar begin ik ook mijn boek mee, van wat is thuis nou eigenlijk? Laat ik daar eerst eens een definitie van schetsen. Mm-hmm. Want iedereen kan er wel een soort gevoel bij oproepen. Van, oh ja, dan voel ik me echt thuis. Ik heb het ook aan heel veel mensen gevraagd. Voor sommigen was de locatie belangrijk. En de sfeer vooral. Dus met kaarsjes of lekker licht. Of die omschreven meer een plek waar, hoe die eruit moet zien. Daar zullen ze zich dan thuis voelen. Voor anderen was het meer met wie omring ik me. Dus zo van, oh ja, als mijn zus bij me is, dan voel ik me overal thuis. Dan maakt het niet echt uit waar ik ben. Of als ik mijn familie maar bij me heb, of mijn vrienden.
heel veel mensen zeiden ook, als ik mezelf kan zijn, dan ben ik thuis. Ja, en ja, dat is dan... Precies, dat is de vraag. Hoe ben je jezelf? Ja, als je je niet identificeert met, ik ben huisoppasser of ik ben auteur. Of, mm-hmm. Ik denk dat iedereen, zeg maar, diep van binnen dat gevoel heel goed kan... zeg maar, als je dat gevoel hebt, dat je dan weet, oh ja, dat is voor mij hoe ik echt 100% thuis ben bij mezelf. Mm-hmm. En, maar ik kan zeker wat criteria noemen die maken dat je ook echt vrij jezelf kan zijn, zeg maar, en jezelf kan uiten en je niet hoeft in te houden en je niet anders voor hoeft te doen dan je werkelijk bent. Dus dat is bijvoorbeeld, vind ik altijd een hele goede soort van test. Hoe ongemakkelijk of gemakkelijk je bent met stilte. Omdat je dan geconfronteerd wordt met je eigen gedachtes. En wat er op dat moment in jou naar boven komt. En sommige mensen kunnen daar zo slecht tegen. En dat is voor mij dan een teken van, oh ja, volgens mij ben je dan nog niet heel erg thuis bij jezelf. Omdat dan spelen er nog allerlei dingen in jou waar je eigenlijk helemaal niet oké mee bent. Mm, ja. En stilte, of je daar fijn bij voelt en wat er dan met je gebeurt. En of je dan het gevoel hebt van, oh, maar ik voel me nu eenzaam, ik wil iemand bij me hebben. Dat je een soort leegte voelt die je moet opvullen met WhatsAppen, Netflix. Weet je wel, altijd maar doen. Zolang je die stilte of dat ongemakkelijk gevoel maar niet hoeft te ervaren. Nou, dat vind ik iets. Ook bijvoorbeeld hoe je in contact met anderen bent. Daar schrijf ik ook wel veel over in mijn boek. Van hoe authentiek ben je? Vertel je wel eens een leugentje om bestwil? Of juist echt niet? En ik heb het gevoel van hoe dichter je bij jezelf komt, hoe duidelijker je jezelf kan uitspreken. En dat je inderdaad gewoon nee durft te zeggen zonder een smoesje te bedenken. Ja. Dat je dus jouw waarheid durft te spreken. En ook al is dat voor de ander misschien niet zo heel leuk om te horen. Ja, dat is dan dat ligt dan echt bij diegene. Die heeft daar dan nog wat werk te verrichten. Maar jij bent dan in ieder geval dicht bij jezelf gebleven. En je hebt dan niet jezelf verloochend door... Ja, eigenlijk een beetje... Ook al is het maar 10%, maar net niet jezelf te zijn. Ja, om bang voor de confrontatie. Of bang voor dat iemand anders jou niet meer aardig vindt. Precies, ja, en daar gaat het natuurlijk om. Stel dat dat gebeurt. Dat iemand anders jou niet aardig vindt door iets wat jij hebt gezegd. Ja, dan kan het zijn dat je je daardoor afgewezen voelt. Maar de vraag is, wijst diegene jou echt af? Of wijst die gewoon zichzelf daarmee af? En voor mij dat onderscheid, als je dat leert te maken. Dus door heel dicht bij je eigen gevoel te blijven. Dan wordt het soort van steeds helderder. Van wat hoort bij de ander en wat hoort bij mij? En dan gaat het ook steeds fijner voelen om inderdaad je eigen waarheid te spreken. En dan zit je niet meer op je vrije zaterdag op een of andere saaie verjaardag waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Maar iedereen ging erheen, dus je moet wel. Of je zou eens raar aangekeken worden als je niet gaat. En ik doe dat gewoon niet meer. Ik doe echt praktisch niks waar ik niet heel blij van word. Ja, en het is ook wel, denk ik, de manier waarop je het tegen iemand vertelt. Dus, totaal, ja. Ja, van als je zegt van, ik vind of jij doet dat altijd zo vervelend of zo. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je zegt van, ik krijg daar een vervelend gevoel bij. Of dat je het heel erg dicht bij jezelf houdt. Ja. Dan kan die ander daar, dan is dat niet per se zo van, jij doet dat stom of zo. Nee, precies. Maar van, ik vind dat jij dat, of ik vind dat niet prettig. Ja. Dan dat is al heel, dus het is ook de manier waarop je het misschien tegen iemand zegt. Totaal, Als je het maar heel dicht bij jezelf houdt, dan kun je ook eigenlijk het niet verkeerd doen. Nee, precies. Want stel dat jij voelt dat je ergens niet heen wil. En
Je gaat 2 dagen lang zitten piekeren. Oh, hoe moet ik het brengen? En oh mijn god, en wat als ik dit zeg en de ander zegt dit? En wat als diegene zo reageert? En wat zeg ik dan weer? Ja. Ja, dan komt het puur vanuit je hoofd. Dan kan je er bijna vanuit gaan dat het niet gaat aankomen. Ja. Ik heb echt wel eens iemand opgebeld. En echt puur op dat moment vanuit mijn hart gesproken waarom ik niet naar haar bruiloft kwam. Ja. En zij begreep het. Ze zei ja, nou, dat is helemaal prima. Ja. Want zij had waarschijnlijk zelf ook het gevoel van, oh ja, ik ken dit gevoel. Mm-hmm. Ik zou ook niet naar iemand zijn bruiloft willen als ik er zo en zo in stond. Ja. Sta je daar met je goede gedrag, weet je wel? Ja, het is wel de bruiloft. Ja, daarom. Dus, en zij, ja, misschien heeft ze ook wel gedacht van, nou, ik heb liever alleen maar mensen op mijn bruiloft die daar echt willen zijn. Omdat het zo'n belangrijke dag voor mij is. En zij had ook helemaal niet de neiging om me over te halen of waarom dan? Nee, ze voelde gewoon, oh ja, Iris spreekt haar waarheid. Dat doe je dan maar, dat doe je voor mij dan toch? Weet ja, precies, wel, ja. Ja, nou, ik heb ook een keer gehad dat ik een feestje ging organiseren zelf. En toen had ook een vriendin gezegd van, nou, ik hou gewoon niet zo van grote groepen. En ik spreek liever gewoon een keer gezellig 1-op-1 met je af. Vind je het erg? Toen zei ik ook van, nee, ik vind juist super knap dat je dit zegt. Ik zou willen dat ik dat ook vaker durfde te zeggen, want ik durf dat ook heel vaak niet te zeggen, terwijl ik eigenlijk ook geen zin in heb, dus in veel feestjes of dingen. Ja. Maar ik vond het juist, ik kreeg juist meer respect en meer waardering eigenlijk voor haar, omdat ze het zo eerlijk durfde te zeggen. Dus het was ook helemaal geen iets slechts voor de vriendschap of zo. Nee, omdat ze zo dicht bij zichzelf durfde te blijven. Ja, het lijkt wel of het dan authentieker is, omdat dat laagje van sociaal geaccepteerd of zo, dat is er dan af. Ja, precies. Dan kun je juist eigenlijk eerlijker tegen elkaar zijn. Dan kan ik ook tegen haar zeggen wat ik echt denk of voel. Je stelt je kwetsbaar op en dat verbindt. Verbindt juist, inderdaad. Ja, dat is mooi. Heel veel vriendschappen zijn niet zo, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nee, het is ook lastig om zo te durven zijn. Ja. Maar, nou, mijn ervaring is wel dat hoe meer ik dat doe, hoe meer mensen ik ook uitnodig om dat ook te doen. Ja. En relaties worden hechter. Ik heb bijvoorbeeld ook tegen een aantal mensen mijn excuses aangeboden voor bijvoorbeeld, weet ik veel, dat ik afstandelijk gedrag had vertoond. Of gewoon dingen die ik bij mezelf begon te zien van, hey, dat was misschien niet zo netjes. Of nep, weet je wel. Dat was een beetje nep. Ja. Heb ik mijn excuses voor aangeboden. En dat verdiept ook enorm de band. En zo heb ik eigenlijk gekeken bij iedereen om me heen. Van, waar wringt het nog? Zit er iets van oude pijn, onuitgesproken shit? Ja. Weet je wel, dat kan heel lang kan dat sluimeren. En waardoor je toch in een relatie, bijvoorbeeld, kan ook met familie zijn of zo, dat je toch voelt van, hé, er zit nog een blokkade. Mm-hmm. Waardoor wij eigenlijk net niet helemaal onszelf kunnen zijn naar elkaar toe. En dat ben ik heel actief stap voor stap, 1 voor 1 gaan oplossen. En dat maakt me echt super vrij mens. Want dat voelt gewoon lekker. Geen wrok, geen boosheid. Mensen vergeven, mezelf vergeven. Ja, dat voelt echt heel, heel vrij. Ja, dus eigenlijk is dat huis oppassen, is dat echt is dat een trigger geweest of een begin geweest van het hele proces? Of is het juist meer een gevolg geweest dat je er al mee bezig was met het loslaten van dingen en jezelf leren zijn? Of kwam dat eerst of kwam het, was het meer na het huis oppassen? Ja. Ik denk dat ik er al wel langer mee bezig was. Ja, het is ons was misschien ook wel heel snel gegaan in 2,5 jaar tijd. Maar wat wel echt een katalysator was The School for the Work van Byron Katie. Daar ben ik vorig jaar zomer heen geweest. Dat was echt een katalysator voor waar ik het net over had. Met al die relaties en zo. En, maar echt het start zijn, dat is wel geweest toen ik zelf een hernia had. Ja, voor mij was dat echt een toen had ik zoveel pijn en zo weinig energie. Wanneer was dat? Ja, dat was in 2011.
Okay. 2010, 2011. Ja. Ja, ik kon gewoon niet meer lopen een aantal weken. En met heel veel morfine en zo. En ja, dat was voor mij echt een soort van kantelpunt. Van daarvoor leefde ik altijd gewoon vanuit ja, hoe het hoort. Meer vanuit mijn hoofd. Meer wat er allemaal nog moet. Enzovoorts. Mm-hmm. En daarna moest ik wel gaan voelen. Want ja, ik had heel veel pijn. Dat voel je wel, weet je? Ja, je wordt gewoon geforceerd eigenlijk. Ik werd echt geforceerd, ja. En bij anderen gebeurt dat misschien door een burn-out of angstklachten. Het kan van alles zijn, of ook een ziekte. Maar ja, ik werd echt geforceerd om te gaan voelen. En dat was echt wel het startpunt dat ik veel helderder begon. Ja, echt vanuit de noodzaak begon te voelen van oké, wat wel, wat niet. Ja, en daar, vanuit daar dan stap voor stap keuzes in gaan maken van... En waar begon je toen mee, weet je dat nog, in die periode? Ja, je schrijft er ook over in je boek. Je moest natuurlijk eerst ook van de hernia afkomen. Of ik weet niet of je daar helemaal van af kan komen. Maar, ik heb zelden rugpijn. Ja. Oh, fijn. Ja. Als ik nog rugpijn heb, dan is het echt weer gewoon een tekentje van... Hé, even opletten. Je zit weer te veel in je hoofd. Ja. Waar begon ik mee? Begon echt wel met opruimen, spullen, voeding, sporten. Uiteindelijk, niet meteen, maar bewegen in ieder geval. Ja. Mijn agenda sowieso alleen echt heel erg leeg gemaakt. Ik had ze op een gegeven moment, grens 1 afspraak per dag, meer gewoon niet. En dat kon ook al zijn, ik ga naar de markt. Ja. Nou, dat doe ik vandaag en lekker voor de rest, niks. En... dus mijn agenda en ook toch al in vriendschappen en verplichtingen en werk. Ja, dat, het is gewoon ook best wel een lang traject. Ik hoop dat mensen niet verwachten dat ze dat even binnen een halfjaartje gefixt hebben. Nee. Dat, ik merk zelf ook nog steeds dat ik op een moment dat ik denk dat ik zelf denk... Oh ja, nu ben ik toch wel lekker opgeruimd en vrij en... zit ik helemaal lekker in de flow. Dan toch altijd zijn er weer dingen waardoor ik denk... Hey, hier valt ook nog weer iets los te laten. Ja, precies. Dus dat, waarschijnlijk blijft dat. Ja, dat denk ik ook. Komt altijd wel weer tot nieuwe inzichten. Ja. Het is ook niet, het is een proces voor je leven. Het is niet iets wat je wat op een gegeven moment klaar is, denk ik. Nee, zo van, ik ben er. Ja, nou, nu kan ik voor de rest van mijn leven mezelf zijn. Ja, hetzelfde blijven doen of zo. Ja, dat lijkt me ook erg saai. Ja, inderdaad. Ja, ik was vorige week bij een congres. En toen zei iemand ook van, ja, jezelf zijn... Je kunt niet echt helemaal altijd jezelf zijn of jezelf blijven. Het is altijd weer, je leert weer nieuwe dingen. Krijg je weer nieuwe inzichten. En daar pas je je... Je ervaringen en je kennis, die pas je daar weer op aan eigenlijk. Dus een vaste kern of iets wat je voor de rest van je leven bent, dat is denk ik ook wel een illusie dat je, en inderdaad wat je zegt ook saai misschien. Ja, precies. Ja, en dat is ook, eigenlijk kan je het zien als dat je elke dag opstaat als een nieuw persoon. En bijna als een soort baby, zeg maar, die dan zo zijn ogen open doet en dan een beetje in die wieg ligt van... Wow, wie komt er nu weer met zijn hoofd boven mijn wieg hangen? Zo heel nieuwsgierig en open en zonder enig oordeel of zonder enige verwachting. Echt heel nieuwsgierig van oké, wat brengt het leven me vandaag? En dat is wat ik een hele fijne manier vind om mijn dagen in te vullen. Echt een bepaalde nieuwsgierigheid van... hé, wie ga ik vandaag tegenkomen? Dat leidt echt tot hele leuke ontmoetingen... of toevalligheden die niet zo toevallig zijn misschien... maar die mij weer in richting opbrengen... die ik van tevoren ook niet echt had kunnen bedenken. En volgens mij, als ik heel erg vasthoud aan wie ik vorige week was... of wie ik vorig jaar was... dan kan dat allemaal niet plaatsvinden. Ja. En daar gaat het ook over in mijn boek. Van, wie ben ik dan? Oké, je kan zeggen ik ben Iris. Maar ik kan ook wel toegeven dat ik niet dezelfde Iris ben als
als toen ik 16 was of toen ik baby was of zo. Ja, dat is toch weer een soort andere versie van mij. Mm-hmm. En dat vind ik echt een super interessante vraag om mensen daartoe uit te nodigen van, maar wie ben je dan wel of zo? En ik kan wel leuk zeggen, ja, je moet jezelf zijn, maar... Ja, dat ik kan dat ook niet bepalen. Dat zit denk ik meer als een gevoel. Ja, iedereen weet denk ik wel haarscherp als hij in een bepaalde omgeving is of situatie is van, ben ik nu mezelf of niet? Mm-hmm. Dat weet je gewoon. En ook hoe gevoeliger je wordt, hoe beter je daarbij kunt. En iedereen vind ik mag ook daar zijn eigen antwoord op hebben. Ja, het is ook helemaal niet verkeerd als je zegt... Nou, ik ben moeder van 3 kinderen, weet je wel. Ja, dan is dat voor jou op dat moment jouw waarheid. Ja, precies. En je had het net ook over loslaten. Is dat denk je ook wel een van de belangrijkste dingen dan? Door dingen durven loslaten? Of je zegt van om een open blik te krijgen op de wereld. En heb jij heel veel moeten loslaten? Is dat iets wat... iedereen zou moeten doen? Of, het kan natuurlijk op heel veel vlakken zijn, hè? Mm-hmm. Dingen loslaten. Maar, of denk je dat het ook op andere manieren kan? Ik zal nooit zeggen dat iemand iets moet doen. Nee. Dat moet iedereen lekker zelf weten. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Mm-hmm. Mijn leven werd echt wel een stuk fijner en lichter toen ik niets meer zeker wist. Dus als je werkelijk niets meer kan aannemen als een zekerheid, dan wordt het leven echt heel licht. Want dan, het kan ook heel eng lijken van, oh mijn god, maar als ik niks meer zeker weet, wat gebeurt er dan of zo? Of waar kan ik me dan nog aan vasthouden? Ja. En dat is natuurlijk zo'n mooie paradox van, juist als je dat allemaal gaat loslaten, dan ineens komt er een soort lichtheid of een soort vrijheid waarin alles weer kan stromen. Ja. Maar bijvoorbeeld gewoon een heel simpel voorbeeld als het is koud buiten of zo. Oeh, wat is het koud buiten? Brrr, nou, en dan zo 10 keer herhalen. Nou, koud hè, buurman? Ja, zeker, kassa juffrouw. Nou, weet ik veel. En dan wordt het maar herhaald en zo. Ja. En de meeste mensen zullen beamen van, ja, dat is echt waar. Maar ik stel gewoon de vraag, het is koud buiten, is dat waar? Weet je wel, weet niet. Nou, ga maar eens voelen. Ja, en dan, ik bedoel, ik zwem nu ook regelmatig nog in de zee. En dat, ja, is dat dan koud? Ja, ik voel wel kou op mijn huid, maar ja, in Finland is het kouder, weet je wel? Dus ik weet niet, ik neem dingen niet meer, bij alles stel ik mezelf de vraag, is dit eigenlijk wel waar? En dat maakt bijvoorbeeld ook oordelen of van die echt zo principes, maakt het allemaal veel lichter en... eigenlijk het loslaten van aannames en... Ja, mensen die bijvoorbeeld heel erg vanuit hun principes leven, die ervaren ook stress als dan het tegenovergestelde gebeurt. Of hoe vaster je bent, zeg maar, hoe idealistischer. Precies, controle of het is zo. Mm-hmm. En op het moment dat het dan niet zo is, dan voel jij van, oh shit, weet je wel... dit gaat tegen mijn ideaal in, of dit gaat tegen mijn wat ik geloof in. Ja. En dan voel je toch ergens een soort van stress, van dat je daar tegen op moet treden. En ik heb dat dus allemaal toch wel losgelaten. Dat ik heel erg bevraag, is dat dan waar? Ik weet het niet en ik hoef het eigenlijk ook niet te weten. Ja, en dat is toch ook wel het werk van Byron Katie. Die vragen van, is het echt zo? En, The Work, dat is inderdaad haar methode. Die begint met de vraag, is het waar? Ja. En die laat je eigenlijk onderzoeken of jouw gedachten die je over een bepaalde situatie hebt, of die waar zijn. Of dat je het ook vanuit andere perspectieven kan bekijken. Dus dat geeft heel vaak al verlichting. Mm-hmm. En om een voorbeeld te geven. Stel dat ik denk, ik vertel iets aan mijn vriend en hij zegt, en ik heb het gevoel van, oh, hij begrijpt me niet. En ik blijf dat maar denken, hè, van binnen dat gesprek. Van ik vertel iets en hij begrijpt het nog steeds niet. En ik word geïrriteerder en geïrriteerder. En ik probeer het nog een keer uit te leggen en op een andere manier met andere woorden.
Nou, en op een gegeven moment ben ik gewoon zo geïrriteerd dat het gewoon ophoudt, zeg maar. Of, ja, dus van hij snapt mij niet. Hij snapt mij niet, weer niet of zo. Ja. Nou, en de work gaat dan dus over, oké, hij begrijpt mij niet, is dat waar? En dan gewoon letterlijk onderzoeken, ja, is dat nou eigenlijk echt waar? En heel vaak kom je dan tot de conclusie van, hey, hij begrijpt me eigenlijk wel. Misschien begrijp ik hem wel niet. Mm-hmm. Want sta ik op dat moment, als ik alleen maar denk, hij begrijpt mij niet. Sta ik dan nog wel open voor wat hij eigenlijk zegt? Of hoor ik dat niet eens, omdat ik zo erg met mezelf bezig ben? En dat is eigenlijk wat haar methode leert. Om je dat dus af te vragen. En dat heeft mij ontzettend veel gebracht, omdat ik inderdaad kon zien van, hey, hij begrijpt mij wel. Of dat het vaak anders is dan je denkt. Ja. En dan wat je overtuiging is. Dat is ook de ondertitel van mijn boek, is zekerheid loslaten en thuiskomen bij jezelf. En juist het alles wat je denkt zeker te weten, maar dus ook het feit dat je een baan hebt, het feit dat je een huis hebt, het feit dat je gezond bent. Als je dat niet meer voor lief neemt, dan, dan ontstaat er ook een soort dankbaarheid of zo. Of dat de vanzelfsprekendheid dat die dingen daar zijn, als het niet meer zo vanzelfsprekend is, dan begin je daar pas echt waardering voor te krijgen. En misschien dat je het ook wat minder aan vast kunt houden. Ja, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar ik merk ook wel bij heel veel mensen die ik ook zelf al spreek, of die ook misschien ook wel zeggen van, ja, ik ben niet helemaal tevreden in mijn baan, maar ja, stoppen met werken, of weet je wel, wat moet ik dan doen? Of hoe zit het dan met geld? En mensen hebben toch ook wel weer de neiging om te zoeken naar die zekerheid en die vastigheid en de behoefte aan bekende dingen. En omdat dat waarschijnlijk ook overlevingsstrategie is van de mens. Maar jij zegt eigenlijk van, dat moet je leren loslaten. Of in ieder geval bewust van zijn van, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja. Die dingen. Je baas kan ook je contract opzeggen, zeg maar. Ja. Maar hoe reageer je dan als mensen dat tegen jou zeggen van, ja, maar ik heb het geld nodig voor de huur of dat soort dingen? Heb je daar een bepaalde reactie op? Ja. Is het waar? Of, ja. Je zegt het al, maar ik heb toch geld nodig voor de huur? Is dat waar? Ja, is dat echt zo, weet je wel? Ja. Ja, tuurlijk. Ik snap dat je graag in je huis wil blijven wonen en dat je daar geld voor nodig hebt, maar ja, wat je zegt, je baas kan je ook morgen ontslaan. En dan maakt hij de keuze voor jou. Ja. Weet je wel? En ik zeg niet dat je die keuze zelf hoeft te maken. Maar als je het niet als vanzelfsprekendheid aanneemt, maar als, het is nu zo, maar het kan morgen anders zijn. Dan ontstaat er ook een soort luchtigheid of zo. Alsof er minder gehechtheid is. Het is ook een beetje hetzelfde. Eigenlijk als je dus mensen bijvoorbeeld van die gedachte-experimenten laat doen. Van wat als je morgen ontslagen wordt of zo. Of hoe reageer je als dit gebeurt. Dan kun je ook ontdekken waar je het meest bang voor bent. Want waar je het meest van in de stress schiet, daar ben je het meest gehecht aan. Dus bijvoorbeeld ook, wat als je vriend morgen bij je weggaat? Weet je wel, kijk, als dan echt jouw hele wereld instort en je weet compleet niet meer wie je bent, wat je moet en echt, ik bedoel, er is een verschil dat je verdrietig bent, maar als echt ook jouw identiteit daarmee op losse schroeven komt te staan, dan weet je gewoon, ik ben dus echt heel erg daaraan gehecht. Ja. Aan het feit dat ik de vrouw ben van een directeur die zoveel geld verdient of zo. Dus daar ontleen je dan je identiteit aan. Ja. En is niet erg als je er geen last van hebt. Maar bij heel veel mensen, als het dan wel gebeurt, dan zijn ze volledig in de put. Ja. En ik weet zelf echt niet of je het kunt voorkomen. Ik heb geen idee. Wat bedoel je dan voorkomen? Of mensen bereid zijn om
om op die manier over zichzelf na te denken, zonder dat het noodzakelijk is. Mm-hmm. Want vaak gebeurt dat pas op het moment dat er... Dat er iets ergs gebeurt. Ja, dat er al een crisissituatie is. Ja. Dat je ontslagen wordt of ziek wordt. Of dan pas gaat dat mechanisme in gang gezet worden. Maar ja, het is natuurlijk wel interessant. Want door de manier waarop ik leef... mensen spreken vaak hun eigen angst naar mij uit. Dus... als zij vragen, ja, maar hoe doe je dat dan met geld? Ja. Dan weet ik dat zij heel gehecht zijn aan hoeveel geld zij op hun bank hebben. Ja. En nogmaals, die gehechtheid is niet erg als je het maar weet van jezelf. Want dan weet je ook waar voor jou nog wat te halen valt. Ja, en, precies. Voor mijzelf, ik heb dus eigenlijk ervaren hoe het is om te leven... zonder baan, zonder geld, zonder spaargeld, zonder relatie, zonder huis... Dan word je eigenlijk naar jezelf teruggebracht. Ik heb het als heel fijn ervaren. En zeker niet mijn advies van... oh, zeg alles maar op en ga in een grot leven... en om jezelf te ontdekken of zo. Nee, helemaal niet. Nee. Het is meer de, een soort gedachte-experiment. Ja, ja. Ja, en ik denk ook wel dat het goed zou zijn... als meer mensen nadenken over... wat eigenlijk het verhaal is wat zij tegen hunzelf vertellen. Eigenlijk van, ik ben dat en dat en zo leef ik en zo is het. Ja. Maar dat ook meer bevraagd wordt van, is het nou eigenlijk wel echt zo? En, ja. Ja, en ik kan me ook echt voorstellen dat er veel mensen zijn die toch ergens een soort gevoel van onvrede hebben. Vooral onder dertigers zie ik dat wel veel, dat ze... eigenlijk alles hebben bereikt wat hun voorgeschoteld is voor een gelukkig leven. En dan hebben ze dat allemaal. En dan, net als het liedje van Doe Maar, is dit alles. Ja, dit alles. En dan toch ergens een soort onvrede. Van, mm-hmm. dit had ik er niet helemaal van verwacht. Of zo van, oké, heb ik het, ben ik nog steeds niet gelukkig? Wat kan ik nog meer doen? Ja, en dan moet ik nog meer geld verdienen. Dat kan een oplossing zijn, inderdaad. En om eigenlijk jezelf af te leiden van die leegte die je dan ervaart. Ja. En dan is het toch wel de vraag van... of je gaat zo door. En in mijn ogen ga je dan toch een beetje dood langzaam. Ja, waarom leef je dan of zo? Ja, als je er... elke dag maar datzelfde riedeltje herhalen... zonder dat je echt een stapje verder komt... voelt voor mij hetzelfde als... dat je gewoon... laat ik het anders zeggen... dat je niet helemaal leeft. Mm-hmm. Dat je niet leeft volgens... wat je eigenlijk zou willen... of zou moeten doen. En wanneer je daarin durft te stappen... dus een soort van... je werkelijke missie... als je daarin durft te stappen, dan gaan dingen ineens moeiteloos. En dan gebeuren er elke dag weer super kleine ontwikkelingen... waardoor je precies komt waar je moet zijn. En om die stap te nemen om echt bij jezelf te gaan ervaren van... oké, maar wat is dat dan? Dat is natuurlijk wel... iets wat moed vergt en waarvoor je misschien ook wat angsten moet overwinnen. Ja, en zeker. Dan moet je echt eigenlijk eerst naar binnen keren en in je innerlijk wat shit verwerken, zeg maar. En dan gaan de uiterlijke dingen gaan ook wel op hun plek vallen. Dus wat voor werk je doet en waar je woont. En mensen doen het vaak andersom, hè? Dat ze dan gaan denken, maar wat voor werk moet ik dan doen? Mm-hmm. Maakt niet uit, ga eerst naar je innerlijk kijken en dan valt de rest allemaal op zijn plek. Ja, precies. Ja, ik moet denken aan het boek van Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm-hmm. En hij zegt ook in zijn boek van, je blijft altijd problemen houden. Er zijn altijd wel uitdagingen en dingen waarvan je baalt of dingen die... niet lopen zoals je wilt. Maar het gaat om het creëren van betere problemen eigenlijk in je leven. Dat vond ik wel heel mooi. Want het is nooit perfect. Je gaat nooit 100% een makkelijk leven leiden. En dat maakt je ook waarschijnlijk niet eens gelukkig. Het zou ook wel heel saai zijn, denk ik. Als je altijd... nooit een obstakel hebt. Nee, dat maakt het juist uitdagend. En leer je weer alleen maar van.
Maar het gaat er vooral om dat je voor jezelf eigenlijk betere problemen creëert. Dus in plaats van... hij geeft het voorbeeld het lopen van een marathon. Mm-hmm. Stel iemand die dwingt jou met een geweer van ga nu een marathon lopen. Nou, dan is het verschrikkelijk. Dan is elke kilometer een hel waarschijnlijk. Maar als je jezelf die uitdaging oplegt van nou, ik wil heel graag een marathon lopen en ik ga ervoor trainen en je gaat die marathon lopen. Hij blijft zwaar en waarschijnlijk nog steeds een lijdensweg. Ik heb het nooit gedaan, maar mensen die ik erover hoor, het is gewoon heel erg lang natuurlijk. Maar je doet het zelf en je wil zelf dat probleem. Je hebt zelf dat probleem voor jezelf gecreëerd eigenlijk. Het is eigenlijk een positief probleem eigenlijk. En zo moet je eigenlijk kijken naar je leven in plaats van het voorkomen van problemen of het proberen te ontwijken van problemen, het kiezen voor betere problemen. Dat is heel mooi gezegd. Vond ik wel een mooie eigenlijk. Van, het gaat om de keuzes die je maakt. Ja. Als je zelf, ik heb natuurlijk ook, jij ook, mijn eigen bedrijf en daar veel uitdagingen ook in. En ik maak me ook wel zorgen over mijn geld en zo. Maar ik denk dan elke keer van, ik heb er zelf voor gekozen en ik wil het heel graag. Mm-hmm. Dus dan zijn die geldproblemen ook anders dan als ik ontslagen zou worden, terwijl ik dat niet zou willen. En, omdat ik er zelf voor heb gekozen, zeg maar, voelt het anders. Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk ook het verschil met eigenlijk alleen maar perspectiefverschil. Want ik hoor toch ook wel veel mensen, ja, maar dat kan niet, want mijn baas. Of ja, maar mijn baan. In mijn baan kan dat niet. Mm-hmm. En denk ik, ja, niemand dwingt jou om die baan te hebben. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Jij kiest dan voor ondernemerschap. Iemand anders kiest ervoor om een bepaalde baan te hebben. Ja. Ja, het is een soort alles van... Alles is een keuze eigenlijk. Ja, het is een soort van passiviteit of zo, waar ik gewoon niet in mee wil gaan. Mm-hmm. Het is niet... Je bent altijd vrij om ontslag te nemen, weet je wel. Ja. En dan komt er weer zo'n discussie. Ja, maar dat kan niet, want ik heb een hypotheek. Ja, ook daar heb je toch zelf voor gekozen. Ja. Je hebt echt je handtekening eronder gezet. Ja. En ik weet dat het echt heel groot kan klinken. Dat misschien zijn er echt wel mensen die voelen van... Oh, wow, ik zit inderdaad echt vast. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil hier uitbreken. Dat is wel gewoon mogelijk. Mm-hmm. En het is ook niet dat je dat in één keer moet doen of zo. Nee. Elke keer een stapje zetten vanuit wat goed voelt vanuit je hart. Als jij jezelf elke dag... als je jezelf elke dag met tegenzin naar je werk sleept, zou ik zeggen, oké, je weet wat je te doen staat. Mm-hmm. Maar bij heel veel mensen is het denk ik veel subtieler. Die doen bijvoorbeeld de helft van de tijd echt wel leuke dingen in hun werk. Maar hebben toch ook wel vaak het gevoel van, hier zit ik echt tegenop. Of die file. Of gewoon echt wel veel dingen ook waar ze niet zo blij van worden. Maar dan is de noodzaak of het probleem is niet groot genoeg. Precies, ja. Om te handelen. Ja. En toch denk ik dan, ben je dan echt lekker aan het leven volgens jouw potentieel, wat er in jou zit, wat je zou kunnen bereiken? Mm-hmm. Of ben je dat de hele tijd een beetje aan het pappen en nat houden? Ja. Weet je wel? En jezelf misschien ook wijs maken van, maar die dingen vind ik wel leuk. Of mm-hmm. Dan heb ik weer weekend en dan ga ik weer wat leuks doen. Of, het is echt een soort korte termijn. En diep van binnen weet je denk ik echt wel van, weet je wel, krijg ik hier nou opeens een sparkle van in mijn ogen? En ben ik helemaal geïnspireerd? En misschien niet 100% van de tijd, maar dat hoeft ook niet. Je mag toch wel 90% van de tijd, mag je toch wel gewoon heel fijn voelen en heel blij zijn met wat je doet. En ook wat jij net als voorbeeld gaf. Tuurlijk, wij hebben ook onze uitdagingen, maar ik zie zelf dat helemaal niet als, wat heb ik een erg probleem, weet je wel. Ik zie dat gewoon als, hoe gaan we dit varkentje eens even wassen? Precies. En dan handel ik daar ook weer naar, omdat dat goed voelt. Ja, precies. Ja, en ik denk ook wel, natuurlijk vooral die eerste of die grote keuzes zijn confronterend. Maar het kan ook dat je bijvoorbeeld al eens
een klein stapje zet. Dat deed ik dan zelf bijvoorbeeld ook, dat ik nog wel 4 dagen in de week gewoon in loondienst was. Maar dan op die 5e dag door de week ook aan mijn eigen blog werkte. En vooral omdat ik dan wist van, nou, ik werk ergens naartoe en daar geloof ik echt in en dat is echt voor mezelf. Dan voelde dat in ieder geval alweer zoveel meer dat je controle, of ja, controle heb je natuurlijk nooit, maar dat je stappen zet om je leven vorm te geven zoals je het zelf wil, zeg maar. Ja. En dat het hoeft niet gelijk dat je je baan opzegt. En, nee. Maar ja, zeker juist klein beginnen kan al heel veel. Ja, dat is eigenlijk ook wel waar ik in mijn boek over schrijf. Mijn levensstijl is lijkt heel extreem. Maar ik ben wel gewoon bij mijn vriend weggegaan. Dat was natuurlijk een ontzettend grote stap. Ja, want die stap heb jij ook gezet, toch? We waren ongeveer 10 jaar samen. Dus dat was gewoon een ontzettend moeilijke stap ook. En dat was wel gewoon, in mijn hart voelde dat ik dat het juiste was. En op het moment dat ik dat voelde, kon ik ook geen dag langer nog blijven. En ik ken ook wel verhalen van mensen die al lang in hun hart voelen dat die relatie niet klopt. En ze zijn er gewoon nog. Ja. En dat vind ik gewoon, dat is zo pijnlijk. Weet je wel? Wat doe je jezelf aan? Gewoon, als je dan toch met iemand bent, kies daar dan ook echt met je volle hart voor. Ik wou zeggen, want misschien denken mensen dan, ja, maar is dat niet egoïstisch? Dat je dan bewijzen van voor jezelf kiest, is dat egoïstisch? Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet egoïstisch, want de ander, je houdt ook de ander iets voor wat eigenlijk niet echt waar is. Dat je bij elkaar blijft, terwijl het eigenlijk niet eens meer echt zo voelt dat je bij diegene wil blijven. Dan is die relatie eigenlijk op een soort wederzijdse leugen gebaseerd. Ja. Zo van, doe jij mij geen pijn, doe ik jou geen pijn? Stel jij mij geen moeilijke vragen, stel ik jou geen moeilijke vragen? Ja. Laten we gewoon vooral doen alsof er niks aan de hand is en we leven nog lang en semi-gelukkig. Ja, we doen alsof gelukkig. En weet je, ik zeg niet dat het niet mag, maar voor mijzelf is heel duidelijk gebleken dat ik mezelf daarmee pijn doe. En egoïstisch. Ik denk dat het echt juist het tegenovergestelde is. Zeg maar, als je werkelijk voor jezelf kiest en gaat doen wat je te doen staat en gaat leven vanuit wat je hart je ingeeft. Ik denk dat iedereen wel mensen kan aanwijzen in zijn of haar omgeving van, die persoon, die leeft echt vanuit zijn hart. En als je dan bij diegene in de buurt bent, dan voel je meteen beter. En dan, weet je wel, diegene straalt gewoon. En die, weet je wel, dat is licht, dat is makkelijk, die maakt grapjes. Die praat durft iedereen. Misschien ook vragen te stellen die anderen misschien niet durven te stellen. Precies. Dan. En dan denk ik, stel je zo iemand voor en iemand die zo een beetje net niet, weet je wel. Omdat hij daar niet voor kiest. Ja, wie is er nou fijner voor de wereld, weet je wel? Wie is er nou fijner om bij in de buurt te zijn? Ja, dat is volgens mij wel duidelijk. En ik heb zoiets van, hoe meer mensen daarvoor kiezen, hoe beter, want dan heb je gewoon meer wakkere mensen die gewoon glimlachend door het leven gaan. En die inspireren alleen al door zichzelf te zijn en door vanuit zichzelf hun eigen authenticiteit te leven, inspireren ze al zoveel mensen. Dus dat egoïsme, dat zie ik juist niet. Juist niet, inderdaad. Nee, eigenlijk help je er uiteindelijk heel veel andere mensen uiteindelijk ook mee. Uiteindelijk wel. En ook die partner die dan misschien verdrietig achterblijft. Of en ook als er kinderen in het spel zijn, weet je wel, wat wil je ze laten zien? Is liefde, offer jezelf maar op. En pas je aan en om de relatie maar te laten overleven. Of is liefde van een soort zelfliefde? En volg je hart. Ja, ik weet het niet. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik sta gelukkig niet voor die keuze. Maar nee, misschien dat mensen dan ook wel weer zeggen, dan is het ook makkelijker. Maar enerzijds is dat ook wel zo, maar aan de andere kant, wat hou je je kinderen voor ook, hè? Dat, ik kreeg laatst een mailtje van iemand die zei, ik begon erg sceptisch aan je boek.
ik vond het allemaal veel te mooi om waar te zijn. Ja, ja. En toen dacht ik, oké, fijn dat ze het zegt. Super eerlijk. Ja. En echt oprecht ook. En ze zei, maar ik zie dat jij toch ook wel de nodige offers hebt gebracht. En pijn hebt meegemaakt. En dat je echt wel een berg hebt beklommen, zeg maar, als metafoor. Dus jou ook niet komen aanwaaien. Nou ja, daardoor had ze meer respect of zo. Of zag ze van, oh ja, dus inderdaad, het is niet allemaal één groot fairy tale. Nee. Zo van, haha, Iris heeft geen huis. Nou, wat een vrijheid allemaal. Tuurlijk, weet je, het vergt ook wel wat moed. En ik ben heus niet 24/7 een soort glimmend licht, weet je wel. Maar ja, als ik voel dat er iets gedaan moet worden of iets opgelost moet worden, dan ga ik dat ook meteen aan. Ik stel dat eigenlijk nooit uit. Omdat ik gewoon weet dat, ja, wie heb ik daarmee? Mezelf. Ja, ja, ja. Dus dan is gewoon, ja, ik weet gewoon, oké, dit gaat pijn doen. Ik doe het. Ja. Ja, dat is wel heel moedig, inderdaad. Ja, ja. Een beetje, nu ik dit zo zeg, denk ik ook aan in de zee springen in de winter. Dat is gewoon, je weet van tevoren, oh, dit is koud en zo. Ja. Dit wordt echt pittig, weet je. En dan ben je in die zee en dan ben ik altijd zo aan het gillen en zo. Ah. En dan kom ik eruit en ben ik zo blij dat ik het heb gedaan. Ja, je hebt zoveel energie. Ja, zo'n mega boost. Overwinning. Ja. En dan voel ik me echt super alive, weet je. En dan denk ik, wow, dit is het. Dus dat is misschien wel een mooie metafoor. Gewoon even door dat moeilijke heen. Ja, en, precies. Ja, dat ga ik nu gewoon aan. Vanuit ook een vertrouwen dat het daarna beter is. Ja, precies. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar daar moet je ook een beetje op vertrouwen, denk ik. Ja. Ja, ja. Ja, wat ik ook wel heel veel voorbij zie komen, wat mij dan ook nog wel eens frustreert, is dat, zeker op Instagram en zo, wordt het allemaal zo mooi geschetst van het leven is helemaal maakbaar. En als je maar hard werkt of de juiste keuzes durft te maken en zo. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk zul je altijd wel weer ook confronterende dingen meemaken, dingen die tegenvallen. En ik denk ook wel in jouw boek, wat die dame dan ook zei, van je hebt ook wel heel wat moeten overwinnen. En ja, het kan zomaar weer zijn dat je een tegenslag hebt of iets. Maar daar weet je dan wel goed mee om te gaan. Of in ieder geval, je bent gewapend om dan dat aan te kunnen. Ja. En ik denk dat het daar veel meer om gaat dan dat je uiteindelijk een soort perfect leven creëert. Want je ziet heel vaak met van die digital nomads of van die coaches die gouden bergen beloven. Ja. En dan denk ik wel eens van, ja, maar dat is niet realistisch. Als je maar hard werkt, dan kom je er wel. Ja. Maar het is vooral, hoe ga je juist om ook met tegenslag of met uitdagingen of confrontaties die je durft aan te gaan. Ja, ja, ik denk ook dat als je naar hele beroemde mensen kijkt, ik denk echt de meeste daarvan, die zijn toch door een shit gegaan in hun leven. Ja. Nou, dat maakt een ander misschien niet eens in 5 levens mee, weet je wel. Nee, maar dat zie je vaak niet. Zie je inderdaad niet. Ja. Maar juist dat heeft ze dan die drive gegeven om daar te komen. En daar hebben ze misschien wel 30 jaar lang aan gewerkt, weet je wel. En als het dat is misschien ook het idee van, oh ja, dat moet allemaal maar moeiteloos gaan. Mm-hmm. Nee, helemaal niet. Maar ik ben echt super bereid om door shit te gaan. En omdat ik dat oprecht zie als, nou, dan heb ik dat maar gehad, weet je wel. Want voor mij voelt het erg vervelend om te weten dat er ergens nog wat zit. En ik pak dat niet aan. Ja, dan waarschijnlijk wordt het dan alleen maar groter. Groter. Ja. En ja, het wordt echt als een soort anker wat jou aan die kade houdt. Terwijl je wil eigenlijk gewoon uitvaren. Ja. En dat zit er maar. Mm-hmm. Ja, dus volgens mij is het dan alleen maar verstandig, zeg maar, om iedereen weet dat wel voor zichzelf. Van, dit houdt me nog tegen, weet je wel. En ja, ik ben echt, als ik voel dat ik even niet lekker in mijn vel zit of zo. Nou, ik ben zo makkelijk met even naar een therapeut gaan. Of een of andere familieopstelling. Of weet ik veel wat.
ja, dan hup, meteen spijkers met koppen. Ja, je durft het ook wel echt aan te gaan. Zeg maar. Ja, 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 ik heb er bijna lol in gekregen. Welke uitdaging heb ik nu weer? Ja, nou waar ja, zit ook, ik nu mee? Ook ja. Omdat daarna is de ja, verlichting zo fijn of zo. Dat je echt zo in je kracht staat en denkt, yes, nu kan ik weer lekker verder. En dan stroomt alles weer. En dan is ook zo duidelijk van, oh ja, shit, vorige maand zat ik echt alleen maar met blokkades. En ik moet ook wel zeggen dat eerder had ik dat misschien niet heel helder. En omdat ik gewoon ook steeds meer gevoeliger ben geworden daarvoor, kan ik dat ook heel makkelijk benoemen. Van, hey, hier zit het hem in. En dan met een hele gerichte vraag naar een coach gaan. Of, ja, precies. Dus bij jezelf goed nagaan van waar zit het probleem of waar loop ik nou vast? Ja. Dat je dat bij jezelf ook steeds helderder hebt. Ja, want in het begin dan is het, ik zie het bijna als een soort piramide. In het begin, als je daar net mee begint, dan denk je misschien nog van, wow, maar ik heb ook helemaal geen zelfvertrouwen en dat uitzicht op dat en dat en dat en dat gebied. Of, ik weet niet, dan lijkt het allemaal nog heel groot. Ja. Maar hoe meer je het doet en hoe meer je leert of leest of actie verricht, hoe kleiner dat wordt, zeg maar. Ja, ja, of hoe duidelijker ook die specifieke dingen dan worden. Of het wordt steeds specifieker. Steeds zeg maar. Specifieker, ja. Dat is mijn ervaring tenminste. Ja, ja, in het begin dan gaat het meer over je werk, wat je misschien niet leuk vindt of zo. Maar op een gegeven moment dan kom je erachter van, maar het gaat meer over de energie die ik van iets krijg. Of weet je wel, dat je dan steeds beter weet van, wat is het nou echt? Of waar komt het nou echt vandaan? Ja, precies. Misschien wel een heel mooi voorbeeld om te noemen is, dat heb ik dus zelf onlangs kunnen oplossen. Dat heeft te maken met iets vanuit mijn vader. Hij komt uit een gezin, uit een arbeidersgezin. En zijn vader was voddenboer. En, voddenboer? Ja, voddenboer. Dus gewoon met zo'n kar. En dan bij mensen thuis oude kleding, maar ook staal en dat soort dingen ophalen. En dan weer doorverkopen. Ja. Dus gewoon heel fysiek werk, super zwaar. In de jaren 50 was dat, denk ik. Ja, precies. En ook zo'n man die dan op vrijdag zijn weekloon in de kroeg even ging verdrinken, weet je. Nou, even lullig gezegd, maar. En mijn vader, die was de oudste thuis en die wilde heel graag wiskunde studeren. Maar dat was in zijn wereld waarin hij was opgegroeid, was dat gewoon echt ondenkbaar. Want wat denk je wel niet? Ja. Naar de universiteit. Mijn god, dat is niet voor ons soort mensen of zo. Nee. Dus en ook zijn broers, die hebben niet gestudeerd. En die hebben, ik wil niet zeggen uitgelachen, maar die begrepen dat gewoon niet echt. En mijn vader heeft dat al in zijn hele leven altijd echt, is hij dat blijven voelen. Van, ik wil dat bereiken, maar ik voel me misschien niet helemaal begrepen. En vooral zo van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. En hij heeft dus heel hard gewerkt altijd om zijn eigen studie te kunnen bekostigen. En is het gaan doen. En op een gegeven moment, ik weet het niet precies, maar hij heeft een bepaalde graad niet gehaald. En dat is hij is dus jong overleden, maar hij heeft altijd nog soort van gevoeld van, als ik dat had gehaald, weet je wel, dan was ik echt helemaal tevreden. En lang verhaal, in ieder geval, dat doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is een overtuiging of een energie die nooit letterlijk tegen mij is gezegd vroeger in mijn opvoeding. Het is nooit letterlijk zo uitgesproken. Maar ergens heb ik die energie van wat eigenlijk bij mijn vader hoorde en bij zijn levensverhaal en bij zijn opvoeding, heb ik toch ook op me genomen. Mm-hmm. En ik ben ook de oudste thuis. Waardoor het voor mij, ik voelde dat echt als een belemmering. Ik voelde toch ergens nog zo, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Want wat denk je wel niet? Een boek schrijven? Yeah. Wat denk je wel niet? Interviews geven? Op een podium gaan staan? Doe even normaal. En kijk, met mijn hoofd kan ik wel bedenken dat ik dat wil, dat ik dat leuk vind, dat mijn hart daar naartoe gaat. Maar die energie van die overtuiging, die zat er gewoon nog. En
Nou ja, goed, dat kwam er dus uit bij een coachingsessie. En ik kon daar heel goed bij stilstaan en dat echt loslaten en zien van nee, dat hoort bij mijn vader en niet bij mij. Punt. Ja. En echt zo energetisch echt helemaal losgelaten. Waardoor ik me nu gewoon stukken lichter voel. Dat ik dat gewoon niet meer heb, zeg maar. Dat houdt me niet meer tegen. En dat is dan een voorbeeld van iets heel praktisch, zeg maar. Van in je werk of in je relatie. Van iets van vroeger, van je opvoeding of van je familielijn. Wat jou nog kan tegenhouden. Maar waar je zelf best wel veel regie in hebt om daar dus mee aan de slag te gaan. Ja, ja, mooi. Ja, ja, hè? Ja. Ik was zelf ook helemaal verbaasd van. Oh, tuurlijk. Daar komt het vandaan. Echt de kern eigenlijk, ja. De oorzaak. Ja. En dat loslaten, dat is dan ook echt dat je bij jezelf dan merkt van nee, dat op dat podium staan en die lezingen geven, dat mag ik gewoon. Dat is goed. Dat, ja. Dat mag er zijn. En, ja. Ja. Ja, gewoon echt omdat te doorvoelen. Ja, ik kan het niet echt beschrijven van hoe werkt dat dan of zo, maar gewoon alleen al het inzicht van dat hoort bij zijn levensverhaal. Ja, precies. En dat is niet wat bij mij past in dit moment. Mm-hmm. Alleen al dat inzien is een heel groot onderdeel van het loslaten. Ja, dus ook voor andere mensen die ook luisteren en denken van ja, hoe kan ik dit zelf gaan toepassen? Dan is dat ook vooral meer inzicht krijgen in dingen. Ja. Dus vooral bij jezelf gaan onderzoeken, misschien met een coach of zelf, van welke overtuigingen heb ik en hoe kan ik die loslaten of juist misschien ook omarmen in sommige gevallen. Ja. Maar dat je er bewust, vooral meer bewust zijn over ja, dingen die je overtuigingen hebt of dingen die jij gelooft. Ja, of, ja zeker. Ja, dat ja, dingen bevragen. Ja, ja. Ja. Dus dat, mooi. Ja, je hebt natuurlijk je boek Thuis zonder huis geschreven. Maar ja, dat gaat natuurlijk over jou als huisoppasser. Maar het is niet echt een heel praktisch boek. Of tenminste, je vertelt er wel over hoe dat in zijn werk gaat, het huisoppassen. Maar als je dan zou zeggen van, nou, wat is dan echt de boodschap van het boek? Wat zou dat dan zijn? Als je zegt van, nou, welke boodschap zou ik mensen dan echt willen meegeven? Of Vanuit het boek? Ja. Oh, ja. Ja. Ja, dat is om. Ik wil mensen eigenlijk uitnodigen om bij zichzelf te onderzoeken van waarin zit ik vast en wat houdt mij tegen om werkelijk vanuit mijn hart te gaan leven. Dus wat houdt mij tegen om werkelijk mezelf te kunnen zijn? Dat kan voor iedereen anders zijn. Dat kunnen mensen in je omgeving zijn. Of hoe je agenda eruit ziet. Maar het is echt een uitnodiging om door mijn verhaal te vertellen. Om dat voor de lezer eigenlijk te onderzoeken. Waarin kan ik niet mijzelf zijn? En hoe kan ik daarin wel mijn hart volgen? Ja. Ja, dus het is meer een... het huisoppassen is haast een soort metafoor of een soort... Ja, het is wel een rode draad door het boek, maar het is meer een voorbeeld of van hoe het kan. En nou ja, voor mij is dat eigenlijk een uitkomst van wat er bij mij gebeurde, zeg maar. Wat er in mijn leven gebeurde vanaf het moment dat ik dus voor mezelf begon te kiezen en mijn hart begon te volgen. Is een uitkomst dat ik als huisoppas heel vrij ging leven. Ja. En die uitkomst, die kan voor iedereen anders zijn. Ja, ja. Precies. Ja. Ja, het is ook niet jouw advies van verkoop je huis. Nee, precies. Ga op huizen passen. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Zijn er mensen die het wel zijn gaan doen, ook mede door jou? Ja, ik krijg wel regelmatig mailtjes inderdaad van de mensen die het ook doen, die het zijn gaan doen, die het af en toe doen. In hele verschillende situaties. Bijvoorbeeld een meisje die woont samen met haar vriend, maar zij verbouwen hun huis. Vrij grote verbouwing. En zij houdt heel erg van dieren en haar vriend is allergisch. Dus een soort van alles bij elkaar opgeteld vindt zij het super leuk om af en toe 2 weken, 3 weken op een huis te passen. En op een dier. Voor haar is dat gewoon heel leuk, zeg maar. Echt een extraatje. Maar er zijn ook mensen die gewoon echt ook als een soort moderne nomade
hun eigen huis opzeggen en fulltime huis oppassen. Sommigen hebben wel nog een baan op één locatie. Sommigen beginnen ook voor zichzelf. Heel divers. Maar inderdaad, die mensen die kom ik nu wel steeds meer tegen. Ja, leuk. Ja. Ja, ook wel heel gaaf dat jij dan ook wel weer anderen inspireert om zoiets te gaan doen. Zeg maar, ja. Zonder dat jij ze dwingt of zo. Maar dat mensen gewoon zelf dat ook voelen van, hey, je kan ook zo leven. Ja. Ik weet bij mezelf ook van, ik had er ook nooit over nagedacht om op huizen te gaan passen, dat dat überhaupt echt iets is, weet je wel. Je denkt eerder aan Airbnb, dat je je huis kan verhuren of zo. Ja. Maar dat je ook echt op huizen kan passen, dat, ja, daar denken heel veel mensen denk ik ook niet aan, dat dat überhaupt mogelijk is. Nee, nee. Ja. Ja, ik kreeg ook wel eens een vraag van mensen die willen dan als goedkope vakantie. Ja, dat is natuurlijk ook superleuk, weet je wel. Bijvoorbeeld met kerst of zo, dan worden er best wel veel mensen met een huisdier die dan op dat moment met vakantie gaan. Ja. Maar kan je toch net weer in een andere stad of in België of in Frankrijk, kan je eventjes in iemand zijn huis wonen. Het is ook een goedkope manier van ja, het is net even een andere dynamiek ook dan dat je in een hotel zit. En het biedt veel mogelijkheden. Maar ja, ik zie het vooral als iets toch wel unieks of zo, wat voor de meeste mensen echt helemaal geen optie is. Nee, en wat dat ook echt helemaal niet hoeft. Nee, precies. En zou je de mensen die ook luisteren nog een concreet advies kunnen geven? Van na het luisteren van deze podcast, van wat kun je gaan doen om bijvoorbeeld iets opschrijven of een boek lezen? Of iets wat ze kunnen gaan doen om ook hier stappen in. Is er iets wat jou waarvan jij denkt van nou, dat is echt iets wat mij heel erg heeft geholpen? Iets concreets, even denken. Nou, sowieso jouw boek lezen natuurlijk. Ah, kijk, nou, dat is lief. Oh ja. Even pitchen. Luister allemaal naar Suzanne. Ja, luister of lees mijn boek. Ja. Ja, dat inderdaad. En misschien ook wel een goed idee om na het luisteren van deze podcast, ik ben er altijd zelf wel fan van, om een soort note to self te schrijven. En die bijvoorbeeld, ja, ik weet even niet hoe, maar dat je die over 2 maanden of zo, of bijvoorbeeld dus je schrijft een briefje aan jezelf van oké, nu ben ik super geïnspireerd. Dit en dat is wat me echt is bijgebleven en wat ik mezelf wil meegeven of waar ik mezelf wil blijven herinneren. En ik heb het nu. Dat doe je in een envelop en daar schrijf je op 25 december, eerste kerstdag. En die hou je even zo in je administratie of bij je, dat je tegen die tijd er weer aan herinnerd wordt. Dan heb je een heel mooi kerstcadeau aan jezelf. En dan weet je van oké, vanaf nu kan ik dus weer hele kleine stapjes gaan zetten. En ik denk dat iedereen ook wel voelt wat voor hem of haar de stap is om nu te zetten. Al is het maar googelen naar een coach of zo. Maar goed, dat je met kerst die envelop opent als een soort cadeau aan jezelf en ook een soort reminder welke stappen heb ik nu alweer in 6 weken gezet, omdat vaak veranderen dingen heel snel, sneller dan je eigenlijk denkt, en ook al lijkt iets heel groot, dan zal je zien dat zelfs in 6 weken dat je alweer bepaalde dingen geïntegreerd hebt of dat je er alweer anders over denkt, en als het niet zo is, is het gewoon een mooie reminder. Ja, ah, leuk. Mooi. Ja, ja toch? Ja, mooi als advies. Schud ik zo uit mijn mouw. Ja, ja, leuk. Voor mij was het. Ik heb er ook wel weer nieuwe dingen uitgehaald. Ik heb natuurlijk jouw boek ook gelezen en ik merk ook wel dat ik daar had ik ook al heel veel uitgehaald. Oh, leuk. Maar om het er ook weer zo over te hebben, is leuk. Ja. Ik merk vooral bij mij zit het ook. Vooral op het gebied van steeds meer mezelf durven zijn. En dat vind ik ook eigenlijk het interessantste stuk. Ook wat ik uit jouw boek haal, maar ook in het algemeen. Van hoe kun je nou nog meer gewoon dingen durven te zeggen tegen anderen. En bij jezelf, heel dicht bij jezelf te blijven. Dus dat haal ik er in ieder geval heel erg uit. Zijn er voor jou nog dingen die je zegt van nou, dat wil ik nog, daar wil ik het nog over hebben? Of iets wat we gemist hebben? Misschien onderwerp. Op het laatste wat je zei, om dat nog even zo net te verduidelijken. Dat als je, wanneer je dus dat niet doet,
dus niet bij jezelf blijft of jezelf niet uitspreekt, dat je daarmee eigenlijk jezelf pijn doet. En toen ik dat begon in te zien, van, wow, dat is echt heftig, man. Weet je wel? Ja. Ik voel dat dan ook echt van binnen. Van, dat je, weet ik veel, je voelt dan een soort, gewoon een soort rush of zo van binnen. Dat je in je hoofd denk je van alles. Eigenlijk vind ik dit of eigenlijk zus. Of... En door dat niet uit te spreken, zo, dat is bijna gewoon voor je lijf ook heel slecht. En dus toen ik dat inzag, wist ik ook echt van, oh ja, ik moet mezelf een plezier doen en me gewoon uit gaan spreken. En nog steeds is het een, tuurlijk is het nog steeds een uitdaging. Maar ik voel elke keer weer, ach, wat een opluchting door dat gewoon te doen. Wat jij ook eerder zei, mensen respecteren je juist daarom. En je wordt ook steeds meer authentiek, zeg maar. En dat is gewoon wat mensen heel prettig vinden, om bij authentieke mensen in de buurt te zijn. Dus dat, echt vooral dat je niet meer jezelf daarmee schaadt, zeg maar, door je niet uit te spreken. Ja, dan liever wel je waarheid spreken en dat de ander daar niet mee om kan gaan, dan jezelf inhouden en jezelf pijn doen om de ander maar te sparen. Ja. Laten we daar vanaf nu met z'n allen mee ophouden. Ja, kijken wat daar weer uitkomt. Ja. Maar, ja, mooi. Ja, nou, super. En waar kunnen mensen jou vinden, online of offline? Ja, overal in Nederland, maar... Precies. In welk oppassheid? Als ze jou willen volgen of meer van jou willen weten? Mijn boek op www.thuiszonderhuis.nl. En op Instagram, apenstaartje Iris Slagwijn. En dat zijn wel de belangrijkste kanalen. En ik ben ook op Facebook te vinden. Maar goed, Instagram deel ik veel stories. Ook over de oppashuizen zelf. Wat ik allemaal meemaak, waar ik allemaal kom. En dan krijg je echt een inkijkje, zeg maar, in hoe dat vrije leven eruit ziet. Dus dat is denk ik wel een aanrader. Ja, leuk. Ja, ik volg je ook met veel plezier. Dankjewel. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Graag gedaan. Nou, dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgens mij hadden wij echt nog wel uren kunnen doorpraten. Als je tips, feedback of vragen aan mij of aan Iris hebt, laat het vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via suzandullink.nl of via Instagram of Twitter. Daar heet ik gewoon @suzandullink. En vergeet dus niet de kortingscode van Iris, dingenduiden25, waarmee je dus 25% korting op het boek en het e-book ontvangt via thuiszonderhuis.nl. En dat was hem voor deze keer. Ik hoop je weer te zien bij de volgende aflevering. Doei!